Alex Pastoor weer in horde genomen in de race naar jullie ultieme doel? Of zie je het zo niet? Dat is een beetje een lastige. Ik vind wel dat je hebt goede zaken gedaan. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik probeer wel altijd naar het grotere geheel te kijken. En dat is dat wij eigenlijk niets anders dan anders hebben gedaan. We hebben gespeeld om te winnen. Dat hebben we op onze eigen manier gedaan. En de uitslag heb je natuurlijk niet altijd in de hand. Maar je eigen gedrag en je voetbalgedrag wel. En dat hebben we op onze eigen manier gedaan. En dat vond ik over het algemeen heel leuk om naar te kijken. Ik weet dat jij er zo niet naar kijkt, maar dit had zo'n weekend kunnen zijn. Toch wel een cruciaal weekend, dat jullie puntverlies leiden, dat NAC dichterbij komt, dat VVV nog kansen ruikt. VVV is nu misschien zo goed als weg. Ja, NAC wordt toch gedemoraliseerd doordat jullie de voorsprong behouden. Ja, ik kijk daar helemaal niet op die manier naar. Wat wij proberen te sturen is dat het proces waar je in zit, dat je gewoon elke keer beter probeert te worden. En onderweg probeer je al je wedstrijden te winnen. En dit zijn wedstrijden die kun je gelijk spelen en zelfs verliezen. Nou, dat moet je incalculeren. Dat hebben we in de eerste seizoenshelft ook gedaan. En dat zullen we blijven doen. Waar ik elke dag naar kijk, dat is een groep jongens die bereid is om steenhard te werken. Die open staat voor alle soorten feedback. En die de ambitie en plezier in hun werk hebben, zodat ze beter worden. Nou, en die houding, die zal je ver brengen. En je zal onderweg nog wel eens wat Spaanders tegenkomen. Ja, ook dat hebben we in de eerste seizoenshelft gezien. En dat heeft ons nooit van het einddoel afgehouden en ook nooit van het pad. Dus dat zijn we van plan. En wat het aan het einde oplevert, dat zien we vanzelf al. Vandaag zagen we een patroon wat we de laatste weken wel zien. Jullie komen op voorsprong, jullie voetballen goed en dan helpen jullie toch de tegenstander weer in de wedstrijd. Dat gebeurde tegen Eindhoven, tegen Den Bosch. Vandaag ook weer met Dougal die op de achterlijn eigenlijk een naïeve duel aangaat. En gelukkig komt het dan wel weer goed, maar moet dat eruit? Ik vond wel dat de situaties die jij als voorbeeld geeft, waar die goal uit komt. Ja, dat zijn wel situaties die we met name in de rust bespraken. Dat moet gewoon even wat zakelijker. Er zijn van die halve ballen waarbij we dan proberen door te voetballen. En dat is in sommige situaties helemaal niet nodig. En zeker niet tegen een tegenstander die zo voetbalt als VVV. Ja, moet je daarin even wat zakelijker zijn. Dat is simpel. Datgene wat je probeert te vergelijken, dat ging veel meer over het aanvallende spel. Nou, en daar hadden we helemaal geen klagen over, want de ene aanval naar de andere rolde eruit. En het is gewoon onmogelijk in zo'n wedstrijd, nummer 1 tegen nummer 2, dat je het aantal aanvallen wat je pleegt in de eerste 10 minuten, dat je dat gewoon 90 minuten volhoudt. Dat is onmogelijk. Dus dat hebben we een kwartier volgehouden, misschien 20 minuten. En toen ebde dat wel wat weg, eerlijk is eerlijk. Maar de tweede 45 minuten werd die machine aangezet en die is gewoon niet meer gestopt. Dus dat is wel een winstpunt. En een prachtige aanval waar de 2-1 uitkomt, 3-1 ook wel. Ik moet ook zeggen, ze hadden nog een bal op de lat op stand van 1-1. Maar goed, dik verdiende overwinning en het thuisvoordeel. Dat blijkt maar weer, hè. Jullie hebben nog geen punt ingeleverd als enige ploeg in betaalde voetbal. Ja, dat zijn wel goede cijfers. Daar kun je wel mee thuiskomen. Natuurlijk ligt er tegen dit voetbal altijd een gevaar op de loer. Dat was in de eerste helft ook. Lange ballen, daar kunnen klutsituaties uit voortkomen. Ja, en dan komen de schoten uit eerste en tweede lijn. Ja, dan loop je ook wel eens tegen zo'n bal aan. Maar op het moment dat je dat zegt, dan vind ik ook, dan moet je zowel daarvoor als daarna ook al die kansen en mogelijkheden benoemen die wij bij elkaar gevoetbald hebben. Ja, en dan valt zo'n alarmerend schot op de lat eigenlijk wel een beetje niet. Dus dat is ook wel de realiteit van de dag. Tot slot, bijna een uitverkocht huis. Als je door blijft gaan, is die binnenkort echt een keer uitverkocht, hè? Ja, kijk, dat zeiden we al vooraf. Dat zeiden we gedurende deze week al. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je uiteindelijk alles doet. Je wilt wedstrijden winnen en als je er veel wint, dan kom je op een positie waarin je aandacht gaat krijgen. Nou, en als je dan op deze manier bij je werk kunt houden, dan stemt dat ons als trainers erg tevreden, hoor.